En we zijn terug. We hebben mevrouw Kimberly Weibold in de studio. En met haar gaan we praten over de introductie van gebarentaal bij de Little Mounds of Clay. Mevrouw Weibold, goedemorgen. Goedemorgen. Als we praten over de Little Mounds of Clay, aan welke organisatie moeten we denken? Het is een particuliere basisschool. Een particuliere basisschool. En jullie hebben dan de gebarentaal geïntroduceerd. Wat is... Klopt, ja. Waarom sinds zo? Kort. Eigenlijk de behoefte voor meerdere talen speelt al een hele tijd. Maar na het vertonen van Wieren, na de verhaallijn te gevolgd te hebben... Oh, je bedoelt Wieren the Movie, Wieren the Movie, mm-hmm. Kwamen wij tot de ontdekking dat deze groep kinderen meestal eigenlijk vergeten worden. En omdat wij toen een project hebben uitgeschreven om met deze kinderen een uitwisseling te hebben, dan moesten we onze leerlingen eigenlijk kennis laten maken met de taal. Dus zo is het begonnen, het idee. En nu zijn we al ongeveer 3 maandjes bezig, ja. En hoe is het overgekomen bij de pupillen? Nou, zowel de pupillen als de ouders vonden het eerste instantie sowieso wauw. Mm-hmm. Voor de kinderen is het ontzettend spannend. Het is echt een uitdaging om de gebaren aan te leren, maar ook om met elkaar te communiceren. Mm-hmm. Dus zij ervaren het tot op dit moment als heel erg prettig. Mm-hmm. U zegt, de motivatie is begonnen bij Wieren the Movie. Dat programma is van de grond gekomen. U bent al een paar weken of maanden bezig met de introductie van gebarentaal. Wat moet het uiteindelijk gaan worden, mevrouw? Dus wij hebben het opgenomen in ons curriculum, dat kan, als particuliere school. En de leerlingen, we hebben het vanaf de 3e klas, dus tot en met de 6e klas zullen ze gebarentaal volgen, om uiteindelijk zo'n certificaat te krijgen. We hopen natuurlijk dat meerdere scholen dit gaan doen, en zeker het voortgezet onderwijs, zodat wanneer deze groep kinderen op die werkvloer komen, dat er tenminste collega's zijn die het kunnen oppakken en met ze communiceren. Want daar gaat de film eigenlijk ook over, dat deze groep niet zo makkelijk komt op die werkvloer. Ja. Dus wij beginnen in de hoop dat meerdere scholen dit oppakken, zodat we echt plekken en mogelijkheden creëren voor deze kinderen, deze groep. Ja, er wordt vaker aangegeven dat mensen met een beperking, in dit geval praten over mensen die stom zijn, dat ze behoren tot een achtergestelde groep in die samenleving. Met de introductie van gebarentaal hoor ik u zeggen dat u hoopt dat die groep nu dan, makkelijker kan communiceren. Ik hoor u ook pleiten dat de overheid dit overneemt en implementeert op vooral de basisscholen. Maar de vraag is, mevrouw Weibold, de vraag is, hoe makkelijk is het om, of althans, hoe moeilijk is het om, dit te implementeren? Nou, voor ons als particuliere instelling was het niet zo moeilijk. Natuurlijk moet je bevoegde mensen hebben om dit te gaan doen. Want de doorsnee leerkracht, die kan dat niet. Dus wij hebben een leerkracht benaderd die dat wel kan. En ja, het is een methode op zich. Dus als docent, ja. Ja, en we zijn terug. Mijn verontschuldigingen voor wat er daar net heeft plaatsgevonden. Maar mevrouw Weibold, we waren gebleven bij de vraag. Is het makkelijk of is het moeilijk om gebarentaal te introduceren? Nou, net als wat ik eerder zei, zo moeilijk is het niet. Mm-hmm. De mensen moeten gewillig zijn en als je gewillig bent, waar er een wil is, is er een weg. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk, ja, als het ministerie van Onderwijs zou beslissen dit toe te voegen aan hun curriculum, dan is het niet zo moeilijk. Want de mensen die bevoegd zijn om gebarentaal te geven, die kun je zo benaderen om dit te doen. Dus zo moeilijk is het niet. Wij hebben 2 mensen bereid gevonden. Zijn ook in contact met de Kennedy School. En ja. That's it. Oké. Okay. We hebben een filmpje waar we een leerkracht en een paar kinderen in actie zien als we praten over gebarentaal op de LMC-school. Oké, wij pakken even dat fragment. Zij met ons jullie namen, hij verhef ons weer het land. Hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn we gegaan.
Ja, en daar zien we een docent en de leerlingen bezig met gebarentaal tijdens het moment wanneer de vlag wordt gehezen. Het is namelijk het volkslied, hè? Klopt. Die met het gebarentaal wordt gepresenteerd. 25 november. Mm-hmm. Dus het was een mooi moment om te toetsen als de leerlingen dat werkelijk konden. Dus vandaar dat ze dat die dag hebben gedaan tijdens de vlag. Ja, ja. Maar mevrouw Kimberly, we kennen u ook vanuit een andere hoedanigheid. En dat was, of althans, dat is Kimmy's Land, hè? Klopt, ja. Hoe staat het met dat project? Nou, Kimmy's Land bestaat niet meer. Mm-hmm. We hebben 10 jaren lang programma's gemaakt en die samenleving, gediend. Ja, gediend. Ja, dat mag zo gezegd worden. En na 10 jaren hield het op. Vanwege een aantal factoren. Eén daarvan was de sponsoren die zich terugtrokken. Mm-hmm. Vanwege die devaluatie. En de kinderen werden groot. Ja, ja, ja. LMC werd toen geboren. Mm-hmm. Dus we moesten keuzes gaan maken. Na 10 jaar TV begon de school. En we hebben hem toen laten vallen. Maar bleef de vraag nog rezen van hoe staat het met nog kinderen? Elke dag. Ja? Want er zijn een paar afleveringen op YouTube. Die worden heel goed bekeken. En natuurlijk vertelde ik de verhaaltjes zelf, dus kinderen herkennen dat gezicht nog altijd. En na 10 jaar, dan heb je een generatie die is opgegroeid met Kimmy's Land. Ja. Maar het leuke ervan is dat we een jaar terug zijn begonnen met een vervolg, zou je kunnen zeggen. Met een tienerserie, een serie voor tieners, het heet T-Hut. Ja. En dat is ook heel goed ontvangen. Dus wij zijn daarmee bezig. De oude pupillen, een deel van ze, die doet mee aan de serie. Ja, oké. Nee, maar dan hebben we dat gehad, mevrouw Kimberly Weyboud. Wij wensen u heel veel succes met de ingeslagen weg. Dank en je. We blijven uw organisatie volgen als we praten over de introductie van gebarentaal. Hartelijk bedankt voor de mogelijkheid. Ja, beste kijkers en luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Maman Tintaki. En voor het volgende verwijzen we u naar onze verschillende nieuwsplatformen, met name De Straat, het Journaal. En wij zijn morgen terug met een heel nieuwe aflevering van Maman Tintaki. Tot dan.